Naast het Popda-slot in het Friese Marsum ligt het gasthuis voor vrouwen. Ook dat werd gesticht door Henricus Popda in 1711. Om toegelaten te worden moesten de vrouwen stilzedig, vreedzaam en eerbaar zijn. Als tegenprestatie voor het gratis wonen in het gasthuis moesten de bewoners 2 maal per jaar de eikenhouten kasten in de grote zaal van het slot in de was zetten. Het gebouw had oorspronkelijk 26 eenkamerwoningen rond een binnenhof. De doorgang in het midden van de oostvleugel aan de Hegedijk heeft een ingang met een halsgevel. De omlijsting in Lodewijk XIV stijl met Corinthische pilasters wordt bekroond door 2 allegorische vrouwenfiguren en het wapen van Popda. In 1852 werd aan de noordzijde langs de Borre een rij huizen gebouwd. Een zandstenen poortje uit 1713 met Corinthische pilasters, festoenen en siervazen geeft toegang tot de andere woningen van het gasthuis. In 1952 werden de eenkamerwoningen verbouwd tot grotere wooneenheden en werd het washuis verbouwd tot ketelhuis. Nog steeds worden de woningen voornamelijk door vrouwen bewoond.